Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Ja, het is even een, misschien anders dan je had verwacht, maar ja. Kijk, als ik hier een muur om mijn huis zou bouwen, zoals ik het nu aan het doen ben eigenlijk. Weet je wat het is, jongens? Als ik een aflevering als deze niet zou maken, dan ben ik morgen dood. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Ja, we gaan weer verder vandaag. Met een nieuwe Minecraft-aflevering. Ik sta hier lekker in mijn huisje. Staat het geluid uit? Het geluid staat uit, mensen. Oh, wauw. Gaan we dit nu alweer krijgen? Zo snel. En daar zijn we. Nee! Hoe? Hoe dan? Oké. Daar zijn we weer. Yay! Zombie. Vandaag beginnen we met jou doodmaken. Alles voor de XP. En daar gingen een paar mooie plantjes, man. Zonde, zonde van de planten. Nog een zombie. Bring it on, bitch. Kijk eens hoe wij op dreef zijn. We zijn op dreef. We zijn op dreef. We zijn zo ongelooflijk op dreef. Het bos is afgebrand. Het is niet zo charmant. Maar hey, we zijn nogal op dreef. Ja, la, la. Hallo, koe! Hey, jou zag ik aankomen. Ik heb vlees nodig, dankjewel. Is geen eens een koe. What the fuck was dat? Hallo koe tegen jullie. Jullie zijn geen koetjes. Nee, jij bent geen koe. Allemaal geen koe. Oké. Kijk, weet je wat het heel erg is nu? Het is en blijft hardcore mode wat ik aan het spelen ben. En als ik heel eerlijk ben hoe dit nu gaat, ik zit in een bos. Een stof hoort in een bos. Kijk, dat ga ik niet ontkennen. Maar het is wel zo dat het pittig riskant is. Ik kan niet heel goed zien wat eraan komt. Dat is gevuld met foute troep. Daar heb ik van alles. Wat zit hier? 22 iron. Hup, doen we gewoon die 7 gold erin. Zo zijn we ook alweer. Pakken we die iron. Ja, die flikkeren we daarbij. Pakken we wat hout. Ik zie wel wat stokjes. Maar ja, daar heb je vrij weinig aan. Die hebben we wel nodig. Hup. Dan daarbij. Oh, kijk, toortjes. En daar staan wat toortjes. En huppakee. Mooi. Dan gaan we hierheen. Dan maken we nu ter plekke. Dit is badass. Dit is zo. Hop, 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 hop. Gotcha, flatsen. Oh, te weinig hout neergezet. Nou ja, dan pakken we die maar weer op. Kom maar weer mee, jongens. Nou, jongens, zoals je kan zien, yay, we gaan even alle bomen weghalen, dus dat is eigenlijk het idee nu. Ik heb zoiets, hoe meer bomen hier staan, hoe moeilijker ik het mezelf ga maken. Mijn eigen verdediging is nu het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon niet doodgaan. Kijk, het lollige is nu aan deze serie die jij nu bekijkt, dat dit allemaal echt oprecht per ongeluk is. Niemand op deze aardkloof, inclusief ikzelf, had voor mogelijk gehouden dat ik het langer zou uithouden dan een half uur op hardcore. Laten we eerlijk wezen, ik ben gewoon een labiele idioot. En alles wat ik doe in Minecraft slaat nergens op. Dus dat ik hier nu op level 16 zit, ik heb zombies vermoord, het gaat lekker. Dat verbaast iedereen, mijzelf ook. En het leuke is ook, dat de vorige keer, dat heb ik helemaal niet verteld, maar de vorige keer moest ik eigenlijk heel vroeg weg ergens naartoe. En omdat die serie zo fictief lang duurde, en ik ging maar niet dood, heb ik dus nu echt heel veel afleveringen van deze Minecraft-serie. Ik heb daarover gepraat met heel veel mensen. En vrijwel iedereen zei, ja, als je het zo kut vindt, laat jezelf dan doodgaan. En dat wil ik ook. Ik wil ook best wel doodgaan. Alleen, het is nu zo zonde. Ik heb zo ongelooflijk veel opgebouwd. Ik ben hier best wel trots op. Dat is het ding. Het is mij nog nooit overkomen dat ik op hardcore mode met Minecraft dit heb behaald gewoon. Ja, daar ben ik trots op. En het leuke is nu, ik ga gewoon heel veel opnamedagen inplannen om Minecraft weer te gaan spelen, zoals ik nu aan het doen ben. In de hoop dat ik gewoon op een gegeven moment de Ender Dragon kan verslaan. Als ik daar dood ga, bij de Ender Dragon. Ik bedoel, de vorige keer was ik al godsengruwelijk blij dat ik, als ik een diamond blokje kon vinden op hardcore. Ik bedoel, dan heb ik iets gedaan waarvan ik denk dat heel veel mensen het nooit zullen behalen op Minecraft. Maar ja, dus nu is het zo van, ja, ik weet niet waar dit heen gaat. Ik wil gewoon nu eigenlijk de beste verdediging om niet dood te gaan. Daar komt het op neer.
En ja, die beste verdediging, dat is voor nu dus even zoveel mogelijk omhakken. Ja, dit is een van hen misschien anders dan je had verwacht, maar ja. Ik kan ook, natuurlijk. Oh, ik heb een idee wat we kunnen doen. Ja, ja, ik heb een idee. Oké, dit is... Dat is echt zo'n clichématig nummer wat volgens mij iedereen optreut als ze aan het gamen zijn en zich vervelen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga namelijk gewoon dit doen. Kijk. Ah, kut, die is verkeerd. Die is verkeerd. No one knows, no one knows. Hop. Hop. Hop, pak Gangnam Style. Fuck jullie, ik heb hier geen zin in om alles perfect neer te zetten. Kijk, als ik dit zou doen... Oh, jezus, ja, daar heb ik hier via de bomen nog last. Kut. Dus even halen we hier gewoon wat van weg. Ik ga erop slaan met vlees. Ha, stomme bomen. Kijk, als ik deze bomen even iets bij ga snoeien... Dan heb ik hier een perfecte bunker voor ons. Zover dit een bunker is. Zo, perfect. Oh nee, toch niet zo heel erg. Ik ga eerst die muur neerzetten. Want als ik hier een muur om mijn huis zou bouwen. Zoals ik het nu aan het doen ben eigenlijk. Dan... Kijk, op. Oh, nou, fuck die shit. Oké, dat was niet slim. Was ook niet slim, maar ja, fuck it. Ik ga gewoon, hup, het water in. Kijk, dan bespaart het mijn levens. Zo zijn we ook alweer. Dit slofhuis, jongen. Oei, 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 mensen. Ik denk dat nu ook heel veel mensen nog altijd thuis voor de computer zitten. Van ja, waar blijft die creeper, Bardo? Waar blijft die creeper? Hopelijk komt die creeper niet. En dan zit ik hier over 3 weken weer. Godverdomme. Dit is echt, echt een rit om u tegen te zeggen. Oké, die was niet slim. Kijk, en dan heb je de helft weer fout neergezet. Lekker bezig, Bardo. Maakt niet uit. Hoeveel hout heb ik nog? Oh, ik ga dit makkelijk redden. Mooi. Ja. Dus ik ben hier nu bezig met mijn voortuin eigenlijk aan het bouwen. Hup, hup. Ja, ik denk dat het hier zo. Dit is een mooie grens. Ik doe ook maar wat. Even, ik zag er een blokje liggen. Die wil ik wel meenemen natuurlijk. Zo, en dan vanaf hier. Oh, hier is de grens al, ja? Oké. Okay. Hop, hop. Oké, okay, kijk dan. Oh, mooi. We komen er wel, ooit. Een keer. Het is even werken, maar dan ja, dan heb je ook wel weer wat, hè. Oké, eens even kijken. Oh kijk, hier heb ik geen schade nu, omdat ik er eentje heb neergezet. Dat is leuk. Ja, dit is even echt een aflevering puur ter verdediging. Weet je wat het is, jongens? Als ik een aflevering als deze niet zou maken, dan ben ik morgen dood. En dan heeft iedereen zijn zin gehad eigenlijk. Want jullie hebben je serie, ik ben dood. Ik hoef niet meer verder te gaan. Maar aan de andere kant, ik zou dat zo jammer vinden. Ik wil niet dood, dus... Ik bouw hier echt een muur. Dit is echt een hele belachelijke Minecraft-serie aan het worden nu. Ik weet het. Doordat ik hier dit echt gewoon niet wou. Dit is zo mooi. Ik denk dat heel veel mensen oprecht... ja, denken, who the fuck. Ik kan wel leuk, het is voor de leuk. Ik zit nu hier toch bij mijn computer. Het is nu, op mijn dag, is het nu 24 februari. En de eerste opnames heb ik gehad op 11 februari. Dus het is bijna al 2 weken geleden dat ik heb geminecraft. En ja, dan heb je ook een idee van hoe moeilijk het is om ja, dit eigenlijk perfect te gaan doen. Oké, het wordt nu langzamerhand donker, dus... Even tempo, Bardo. Kom op. Oh, laten we hier ook gewoon even een blokje. Dan zijn we hier ook vanaf op.
Oké. We zijn zo ver, alleen er ontbreekt gewoon nog iets. Kut. Oké, ik moet dit echt, echt verdomd snel doen. Oké, ik moet ook echt... Ik durf het bijna niet, hè. Dit is echt... Ik wil niet dood, niet dood. Wat er ook gebeurt, Bardo, ga niet dood. Ga alsjeblieft niet dood. Oh, 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 oké. Okay. You motherfucker. Oh, oh, kut, kut, kut. Oké. Okay. Mayday, oké. Okay. Oké, okay. Kut, kut, kut. Dit is precies wat ik bedoelde. De torches. Kom op, torches. Daar staan ze. Oh, Bardo, let op alsjeblieft. Oh, man. En mijn camera is weer verschoven. Oh, ik haat mijn leven. Ik zie daar een creeper. Blijf alsjeblieft daar. Oh, snel mijn huisje binnen.